heb gesolliciteerd bij de HZ omdat ik in de afronding zat van mijn PhD-traject. En ik voor mezelf bezig was van, nou, wat ga ik nu met die kennis doen die ik heb opgedaan? Bij mijn oude opleiding was er een vacature. Ik ben toen het gesprek aangegaan. En ik kwam erachter dat ik mijn kennis kon delen. En tegelijkertijd ook een rol kon spelen in de ontwikkeling van nieuwe kennis door in een onderzoeksgroep te participeren. Dat vond ik een hele mooie uitdaging. Ik ben een Zeeuw, geboren en getogen in Goes. Altijd in het onderwijs gewerkt. En ik heb altijd als ambitie gehad om met datgene wat ik kan, wie ik ben, wat ik weet, om bij te dragen aan beter onderwijs in onze regio. Nou, daar past deze functie perfect bij. I applied at the HZ because first and foremost, I was a former student at this university. Secondly, I had done my internship, my work placement at the international office. An opportunity arose and I applied at the HZ to work here. Wat me enorm aanspreekt bij het werken bij de HZ is als eerste de veelzijdigheid. Het is niet alleen lesgeven. Maar ik ben bijvoorbeeld ook stagecoördinator, waar ik naar de bedrijven ga, de studenten begeleid bij hun stage. Daarnaast zit ik in de examencommissie en ik zit ook nog in de onderwijscommissie. Dus het is erg veelzijdig en veel contact met studenten en docenten. Wat mij het meest aanspreekt in het werken bij HZ is de open en persoonlijke sfeer. Zowel met collega's als met studenten kunnen we altijd bij elkaar terecht voor vragen en werken we samen eigenlijk constructief aan oplossingen. Werken met studenten is erg leuk, geeft een hele positieve vibe. Werken in projecten waarin studenten bijdragen aan de grote energietransitie, de grote transities in de samenleving. Dat is samenwerken met impact en dat is erg prettig. My workday goes from answering emails, talking to students, making calls to agencies, attending fairs, organizing fairs, organizing workshops, organizing lots of things. And also meetings are included in that. Hoe mijn werkdag eruit ziet, om 9 uur 's ochtends starten we met een teammeeting waarbij we met het gehele team gaan kijken hoe staat ons onderwijs ervoor, maar ook hoe gaat het met onze studenten. Zijn er nog projecten waar we aan moeten werken? Nou, daarna ben ik bijvoorbeeld op DocWise te vinden, waar we nu ook zijn. Daar werken we samen met een organisatie aan ondernemerschap. En daarbij coach ik studenten die op dat moment echt aan het ondernemen zijn. Nou, ga ik terug naar school voor een lunch rond 12 uur, 11:15. Altijd eigenlijk samen met ons team, 5 dagen per week. Daarna geef ik een workshop online marketing aan studenten in jaar 1. 'S middags nog 2 afstudeersessies met vierdejaars. En op vrijdag sluiten we dan lekker af met een biertje in het HZ-café. Mij spreekt aan in het werken bij de HZ. Is de persoonlijke sfeer hier zo. Van hoe we met elkaar omgaan, wat we elkaar kennen. De HZ als persoonlijke hogeschool. So you don't need to just make an appointment. You can just step in the office and ask your colleague what you want to ask them. And that applies to the students as well. Maar daaromheen ben je heel vrij in hoe je je tijd indeelt. En dat is natuurlijk erg, dat past mij enorm. Vooral omdat ik uit het bedrijfsleven kom, maar dat absoluut niet kon. Zeker niet met de banen die ik had. Dat je hele korte lijntjes hebt en dat je bezig bent met studenten. Maar dat niet alleen, dat je jezelf ook kan ontwikkelen daarin. Dus je bent eigenlijk samen aan het leren. Wat ik zou willen zeggen tegen iemand die bij HZ zou willen werken, doen. Neem die stap en zie geen beren op de weg. Ook al heb je nog geen onderwijsbevoegdheid, de mogelijkheden zijn er binnen onze school. En het belangrijkste is dat je enthousiasme hebt om studenten te coachen en studenten verder te brengen in de 4 jaar dat ze bij ons zijn. Als ik de HZ in 1 woord zou moeten beschrijven, dan zou dat zijn persoonlijk. Dynamisch. Personal. Flexibel. Solide. Samen.